Show how good a football team you are. We win, past... yeah! ja! Dit zijn schitterende beelden. Anderlecht wint. Ruim verdient. Ja, prachtige goal van Jari Vesca. Hij scoort. Jawel. Wat ja, een oplading. So. Oh, een klinkende overwinning voor Anderlecht. Goeiedag en welkom op deze podcast van RSC Anderlecht dat volledig gewijd is aan de jeugdopleiding, toch een van de hoekstenen van deze mooie club. Ik heb hier bij mij Jean Kindermans, al 17 jaar de architect van vele succesvolle vormingen mag ik zeggen en aan mijn rechterkant iemand die nu al zes jaar op de club is, klopt, Jan Verlinde die een Prachtige prof carrière achter de rug heeft. Bij Twente en bij KV Mechelen, vooral. Um, maar ook bij FC Twente, toch tien jaar op het hoogste niveau gevoetbald. Jan, welkom. En vandaag, uh, mag ik zeggen, hoofdbegeleiding van onze jonge jongens? Ja, we noemen het tegenwoordig uh, pedagogisch trajectbegeleider, denk ik, van de jongens in de laatste dat fase dat kon ik van de doorstreaming. Dat kon ik niet onthouden, dat was veel te moeilijk. Nee, maar vertel eens, wat houdt je job in? Um, heel veel. Uh, ik denk dat uh, de jongens naast het voetbal natuurlijk nog ook nog een leven hebben. Um, en wij zijn eigenlijk met onze pedagogische cel: degene die eigenlijk uh, dat evenwicht tracht te zoeken. Hè, tussen voetbal, studie en uh, familietijd. Um, en dat is uh, bij ons zeer complex. Mm -hmm. Maar uh, heeft natuurlijk of brengt natuurlijk ook zijn vruchten uh, um, naar de eerste ploeg toe. Jean, uh, in deze. Voetbalwereld van het grote geld, waar we vandaag nu vanaf nu, sinds enkele jaren moeten vechten uh, om elk contract, eh, om de jongens bij ons te houden, om geen moesondas te hebben en Maugalas enzovoort. Die te snel vertrekken. Uh, is dit de job van uh, Jan, of wat we doen uh, in zijn afdeling nu niet het verschil, net het verschil om jongens bij ons te houden? Dat maakt deel uit van dat pakket waarin wij ons trachten te onderscheiden van vele andere clubs binnen en buitenlandse. Een, een pedagogische cel, uh, vijf fulltime mensen die dat evenwicht proberen te bewaken tussen uh, school, familie en voetbalontwikkeling. En Jan dan heel specifiek in dat laatste stukje naar de A-ploeg waar ja, uh, hun, hun tijdschema en de druk op hun schouders, uh, zowel van de school als van de club. Als het maar groter wordt, en dan heb je iemand nodig die dat allemaal kan kanaliseren, en daarin is Jan uh, mm -hmm. een krak. Ik wil even voor de luisteraars en kijkers: daar heb je dan met podcasts. Uh, toch even duiden dat het Purple Talent Programma bestemd is voor de allergrootste talenten van Anderlecht. En dat zij in tegenstelling tot veel andere clubs een studie kunnen volgen die hun belangstelling wegdraagt. Hè. Uh, veel bij andere clubs zitten ze in topsportscholen of in reguliere scholen. Um, wat ons. ...heel hard onderscheid... ...maar dat maakt jouw job extreem moeilijk... ...want de ene moet naar een Franstalige school... Uh, ...een richting volgen... ...de andere moet naar een Nederlandstalige school... ...de club organiseert dat allemaal... ...en dan word je geconfronteerd... ...met trainers van de staf... ...van de A-ploeg... ...die cherrypicken, uh, ik zal zeggen, om de week... ...waardoor jij weer... ...alles moet aanpassen... Uh, op, ...op een heel korte tijd... Uh, ...vertel eens de werkelijkheid waar jij mee geconfronteerd bent... ...die moeilijkheid... Nee, het is zo dat we met ons Purple Talents Project tot en met denk ik, de beloftegroep ons aanpassen aan de schooltijd. Maar natuurlijk, de dat is zeer moeilijk. We gaan niet de uploeg na school laten trainen. Dus maar net zoals vandaag: dat het trainingsprogramma verandert en dat plots Mario Stroijkus niet meer in de voormiddag moet trainen, maar in de namiddag. Waardoor de leerkrachten op de hoogte waren dat niet aanwezig ging zijn. Dat betekent dan eigenlijk dat je snel moet schakelen en de betrokken vakleerkrachten, maar ook de mensen waar hij nu een presentatie voor zijn gip moest maken, eventjes snel via de korte lijn moet vertellen dat het voor na januari zal zijn. Maar dat zijn ja de momenten ad hoc die dat je zeer snel moet schakelen. Dat is maar één voorbeeld. Dus je maakt je niet altijd populair bij onze partners. Nee, maar oké, okay, we genieten daar denk ik de nodige flexibiliteit. Um, maar de druk uh, neemt natuurlijk wel toe met het aantal jongeren die uh, nu fulltime in de akker trainen. Mm -hmm. dat, uh, dat klopt. Zou ik wel even terugkomen op het, uh, ja, hoe moeilijk het geworden is uh, om spelers bij ons te houden. Vertel eens hoe die ja, markt geëvolueerd is na 17 jaar. 17 jaar terug, één telefoontje naar ouders om 4 uur 30 en die stond om kwart na vijf klaar. Om het eerste contract te tekenen zonder veel negotiaties of discussies en eisen. Die mensen waren gewoon fier dat hun kinderen in de grootste club van, van België uh, ja, hun eerste profcontract konden tekenen. Op 16, 17, maar ook vaak 18 of 19 jaar leeftijd op dat moment. En vandaag spijtig genoeg, ja, reeds op 15 jaar leeftijd. Waardoor je vaak al moet onderhandelen als de jongens 14 jaar oud zijn en in de tweede Humaniora zitten en zich in principe enkel zouden moeten bezighouden met veel plezier beleven, uh, zowel in de school als op de club. En vandaag worden al die jongens niet alleen omkaderd door ouders, maar ook door begeleiders, uh, om ze op een propere manier te beschrijven, die natuurlijk de eisen uh, veel hoger hebben gelegd. En volgens mijn bescheiden mening vaak te hoog. En ja, dat is nu een heel andere setting. Wij moeten soms weken, maanden onderhandelen, uh, overtuigen, uh, pleasen om die jongens uh, hun eerste contract te laten tekenen. Want er is natuurlijk een fenomeen dat opgedoken is: niet alleen uh, de concurrentie binnen België, maar ook de concurrentie van, van buitenaf. Met uh, Premier League, uh, Bundesliga, Italië, Frankrijk, die soms ja, tot de verbeelding spreken en, en, en soms. Ja, Zorgen dat de fierheid van mensen het uh, haalt op uh, rationeel nadenken en de juiste keuze maken. Uh, maar nu net uh, hierover. Als, we hebben toch veel argumenten om ze hier te houden. Ten eerste, de doorstroming is bij ons iets gemakkelijker. Dus de voorbeelden Lukaku, Verscharen enzovoort. Dus je maakt meer kans als je bij Anderlecht blijft om het hoogste niveau te halen. om dan de volgende stap te zetten. Uh, het scholenprogramma, de job van Jan. Of de afdeling van Jan, uh, want hij is natuurlijk niet alleen om uh, die spelers te omkaderen. Um, maar dan heb je uh, het geld. Zo, hoe vermijden wij dat Moesondas en anderen te snel vertrekken? Want dat is ook een argument. Veelal maken ze het niet als ze voor hun zestiende vertrekken. Ik denk als je heel rationeel de geslaagde moves zou uh, plaatsen ten opzichte van zij die gebleven zijn, dat je dan altijd wint. Alleen heb ik ook geleerd van: kijk, uh, om mensen te overtuigen, heb je natuurlijk die cijfers nodig, heb je die voorbeelden nodig, heb je soms Romulu nodig die in een uh, boodschap aan Doku meldt van: brave jongen, blijft nog op ander licht. geen Jeremy en omgeving dan ook gedaan hebben. Dus het is altijd een en-en verhaal. Ik denk dat onze, onze opleiding, zowel voetbal uh, als uh, school. Denk ik in heel Europa een voorbeeld zijn. Trouwens, uh, ECA, uh, European uh, Club Association, is onlangs afgezakt naar licht om daar een, een, een voorbeeld te kunnen van schetsen. Ik denk dat wij nog altijd op dat vlak ja, heel hoog staan aangeschreven, maar ik heb ook geleerd dat je ieder jaar opnieuw wel met één of twee spelers wordt geconfronteerd. Die het anders bekijken en die, die opteren voor het buitenland, daar waar de succesverhalen hmm. vooral hier bij ons liggen in België. Jan, speel jij daar een rol in? Uh, als je met jongeren te maken hebt uh, on, onder de 16, hè, die, die jonger zijn dan 16 jaar, uh, fluister jij soms uh, rationele woorden in? Ja, in principe onder de 16 jaar komen ze nog niet direct bij mij terecht. Maar ik kan alleen maar beamen dat, uh, dat wij een project hebben opgericht, dat, waar ik heel, uh, heel hard mezelf ook in terug kan vinden. En dat dat natuurlijk niet makkelijk maakt voor de jongens. Um, maar de weg naar de top, dat zou al te makkelijk zijn voor een aantal. Dat is geen mooie diagonale lijn omhoog. Nee, we moeten ze ook voorbereiden op het echte leven. En um, ik denk dat zo af en toe de spreekwoordelijke gap hè, om jongens misschien al eens een categorie hoger te plaatsen, waardoor ze voelen dat ze niet meer het verschil kunnen maken. Maar ook op school is een gewoon. Leerling kunnen zijn, is weg ontsnappen van die bubbel van het voetbal. Um, maar vooral ze naar een diploma, een secundair diploma, kunnen stuwen, waarmee ze eigenlijk nog eh, alle, um, alle troeven in, zelf in handen hebben, is denk ik, uh, is denk ik echt enorm belangrijk. Uh, slechts 5 procent van de jongens, uh, dat is een Europese studie geweest, haalt het als profvoetballer binnen de academies. Ik denk dat dat bij Anderlecht nu net iets meer is, uh, als we dat zo mogen zeggen. Maar toch, wat doen we met al die andere 95%? Die jongens die moeten we voorbereiden op de gewone arbeidsmarkt en het ja. gewone leven. En ik denk dat we daar in, denk ik, een voortreffelijke ook maatschappelijke rol spelen. Ja, daar hebben we trouwens mooie voorbeelden van. Ik denk dat er een paar naar de universiteit zijn getrokken, lager zijn gaan voetballen, heel bewust. Ook een heel bewuste keuze. Maakt jou dat even gelukkig dan een speler die het eerste haalt? Ik zou zeggen, ja, dat maakt mij even gelukkig. Dat is natuurlijk iets dat gebeurt volledig in de schaduw. Dat zijn jongens die vandaag ingenieur zijn. Dat zijn jongens die vandaag architect zijn. Die ons, ja, vaak nog danken voor die rigide structuur waarin dat zij jaren zijn opge opgeleid en opgevoed. Maar dat haalt natuurlijk niet de... <laughs> De eerste pagina's van de sportkranten en wij moeten ons optrekken aan die, die spelers, uh, iconen van de opleiding die we allemaal kennen, de Lukakus, de Tielemans de, de donkers van deze wereld, Nederlandstalig, Franstalig, die en een fantastische profcarrière aan het uitbouwen zijn, die ambassadeurs zijn van ons opleiding in, in het buitenland mm -hmm. en die daarnaast ook... Een diploma hebben behaald uh, op secundair onderwijs? Toen ik dit voorbereidde, Jan, heb ik natuurlijk uh, ja, een paar mensen uh, gebeld. En eigenlijk heb, verenig jij twee zaken die vrij uniek zijn. Je bent tien jaar profvoetballer geweest, je hebt tien jaar in het onderwijs gestaan, dus je kent die twee werelden als geen ander. En dat pas je nu al zes jaar toe uh, op Anderlecht. Hoe belangrijk was die ervaring, die combinatie? Ik denk dat het altijd wel een uh, zeer groot voordeel is hè, als je vanuit ervaring kan spreken. Um, ja, je hebt zelf in die situatie gezeten dat ik ook op een bepaald moment wou afwaken en uh, ik van mijn ouders alleen maar mocht studeren of met verkouder in de clinch ging. Uh, um, dat ik moest uh, naar de les gaan, maar dat ik ondertussen ook moest trainen. Dus dat was, uh, dat was mooi vanuit ervaring te spreken. Dat kan ik delen met de jongens. Maar uh, ja, we moeten ons toch wel wapenen voor de toekomst, want uh, ik denk sowieso in het onderwijs komt er denk ik ook nog wel een revolutie aan. Uh, we maken het niet makkelijk voor de jongens nogmaals. Maar uh, we hopen toch om ze allemaal richting die eerste ploeg te kunnen stuwen. En daarom uh, denk ik dat het wel belangrijk is dat je die twee werelden kent en daar de vergelijking kun, uh, kunt mee maken. Romelu Lukaku vertelde mij lang geleden, toen hij doorbrak he, op zijn zestiende. en ik net uh, op de club arriveerde. vertelde hij mij, ik vroeg hem: ik zeg Romelu is dat niet moeilijk? Nu trainen, hard trainen met de eerste ploeg. met mannen als de Schacht, uh, Juas, uh, Wazil enzovoort als 16-jarige, en dan namiddag naar school, en hij vertelde mij, hij zegt, ja, ik heb dat nodig voor mijn mentale evenwicht, want ik zit met volwassenen, in zijn ogen dan, en uh, met mijn leeftijdsgenoten op school, en dat brengt rust bij mij, maar het is heel hard, want ik moet dan mijn huiswerk maken, enzovoort, bon. al die aspecten, uh, is dat nu net geen voordeel, om ze op het rechte pad te houden? Ja, ik vind dat een enorm voordeel, persoonlijk, ik denk ook dat de jongens niet zullen ontkennen dat ze um, eens dat ze dan dat diploma hebben, dat ze eventjes uh, natuurlijk uh, spreekwoordelijk willen deconnecteren. Of uh, um, net zoals, uh, als ik dat mag vertellen, Jari, als je ziet wanneer hij zijn beste periode heeft gehad, wat hij toen op dat moment allemaal moest doormaken, eh, qua studie, qua um, belofte U21, uh, al bijna rode duivel, examenperiodes. Uh, ik denk dat hij ook op dat moment zelfs verliefd was, uh, was de, <laughs> de beste toen in de play-offs dat was heel wat, maar dat was ook zijn beste periode geweest. En ik denk hmm. um, dat, hij, dat hij dat ook wel uh, zich kan herinneren. Dat wanneer alles gewoon vanzelf loopt, dat je geen tijd hebt om aan andere zaken te denken, dat je dat wel eens uit de, de bubbel van het voetbal kan trekken. Dat dat alleen maar een voordeel kan zijn voor uh, Dus de, eisen, de hoge eisen van Anderlecht zijn een zegen? In mijn optiek zeker en vast. Ja. Je hebt te maken met twee onderwijssystemen: Nederlandstalig onderwijssysteem en Franstalig onderwijs. Wij, Jean en ik, zijn Brusselaars, Wij zijn daarmee opgegroeid. Ik zelf ben in het Frans school geweest en in het Nederlands thuis. Dus we kennen dat. Maar het is een heel ander soort onderwijs. Hoe ga je daarmee om? Want ja, ik zeg nu maar iets: Anwar ging in het Frans school, uh, maar je ziet daar toch een verschil in. We zien daar inderdaad een zeer duidelijk verschil in. Ik denk dat ja, het evenwicht, uh, ik denk dat er nog altijd dat we met nu 90 uh, purple talents zitten, waarvan ongeveer uh, twee derde Nederlandstalig, een derde naar het Franstalig. Maar die maken wel die inhaalbeweging. Nu, het Franstalig systeem is iets, uh, is iets rigider. Um, krijgen we niet echt die flexibiliteit die we hebben in het Nederlands. Daar bestaat ook wel zo'n uh, soort topsportstatuut buiten de topsportscholen. Maar toch, uh, maar die willen wel heel hard meedenken. Uh, aan de Nederlandstalige kant is het net wat omgekeerd. Uh, daar hebben we misschien wat meer voordelen, maar die, uh, die, die zijn ook wel, uh, daar wordt wel veel meer van, uh, van geëist. Uh, maar het is, het is niet evident. Hè. Uh, mm -hmm. De Brusselse uh, de werkelijkheid. De tijd, ja, is, uh, is niet evident. Als je met acht partnerscholen samenwerkt, uh, verschillende onderwijsvormen, dat is wel uh, een hele puzzel om alles te doen kloppen. Maar wij zijn... Ik ga nu zeggen gedoemd, want ik vind het een zegen. Wij moeten de diversiteit omarmen. En dat doe jij ook op vlak van talentdetectie. Dus we hebben partnerclubs. Vertel eens, hoe wordt een club partnerclub van Anderlecht? Een club wordt partnerclub van Anderlecht als ze aan een hele race eisen voldoen. Dat is vooral een opleiding met voldoende leden. Dat is een opleiding die voldoet aan... Een aantal eisen die door voetbal Vlaanderen of ACFF uh, heel uh, mooi zijn uh, samengevat. En die bovendien uh, ja, uh, in samenwerking met ons hun opleiding naar een hoger niveau willen tillen. En dus dat is een heel select groepje van clubs die mooi en netjes verdeeld zijn over heel België. Omdat we dan ook geografisch een uh, beter zicht krijgen over uh, talent op zeer jonge leeftijd. Die we dan kunnen monitoren dankzij hun ondersteuning. En, dus, uh, ja. en hoe lang doen we dit al? We doen dat uh, ongeveer uh, een, een drietal seizoenen zo gestructureerd. We hebben altijd uh, clubs gehad die eigenlijk vriend waren van Anderlicht mm -hmm. vanuit het verleden, die ons wel de nodige ondersteuning en tips gaven over talentrijke voetballers. Maar we leven in een datawereld en vandaag ja, hebben we officiële samenwerkingen met, uh, ik denk ondertussen, een tiental clubs. Netjes verspreid over heel België. Die voor ons scouten, die voor ons uh, ja, talent opsporen. In de ruil voor uh, ja, ik zou zeggen, opleidingsmomenten binnen onze club, zowel theoretisch als praktisch. Het volgen van trainingen, het inschakelen van eigen jeugdtrainers bij ons als stagiair of als uh, stagiair-trainer, assistentrainer of als uh, analist. Dus dat is een samenwerking waarbij heel hard in geloven en waarbij uh, veel vruchten van hopen te plukken in de komende jaren. Ik wil even bij de talentdetectie blijven, want uh, het wordt steeds moeilijker. Je, je haalt het aan, de concurrentie ook in België wordt groter op vlak van jeugdopleiding. Um, is het niet zo, het gevoel dat ik heb, het kan helemaal verkeerd zijn, dat in de grootsteden het meeste talent zit? Dat lijkt mij ook logisch. Hè. Er zijn 1.200.000 uh, inwoners in Brussel. Als je dat dan vergelijkt met andere steden, dan lijkt mij enkel Antwerpen in de buurt te komen. En daar loopt ook wel uh, wat talent rond. Dus ja, wij hebben een geografisch voordeel op dat vlak. Maar ja, kijk, het is niet omdat je een geografisch voordeel hebt, dat je plotseling alles en iedereen naar jouw opleiding kan uh, trekken. Dus ik denk ook dat het een. Uh, hoe zou ik zeggen, een, een feit is dat de opleiding van Sporting Club Andrecht, ook dankzij de historiek van de club, nog altijd heel hard aanspreekt mm -hmm. bij ouders en zeer jong talent. Uh, Jan, jij werkt op het terrein, echt zeven uh, op zeven, zal ik zeggen. Uh, je hebt ook te maken, je hebt het schoolse en heel het operationele, maar je hebt ook het emotionele bij die spelers. Je haalt het zelf aan, een verliefde Jarry, uh, of een speler die problemen heeft. Hoe ga jij daarmee om? Want, je, want het is moeilijk, hè? je staat dicht bij het sportieve, want je gaat naar veel wedstrijden, je volgt ze echt heel kort. Uh, je kent dat ook, maar je hebt dan ook het menselijke aspect. Je weet soms waarom ze niet presteren, bijvoorbeeld. Ja, waarom ze niet presteren, je, je kent gewoon de, de achtergrond. Hè? Elke speler uh, of leerling gaat uh, al naar school met een soort rugzak, een emotionele rugzak. We hebben er ook wel ook geprofessionaliseerde mensen voor. Uh, mm -hmm. We hebben ook een mental coach. Maar een stukje mindset, denk ik, uh, het staat in ons logo, eh, Mensana in Corpore Sano, uh, dat blijft wel, uh, denk ik, zeer belangrijk. En je moet weten ook hoe je daarmee om kan gaan. Ik denk dat de coach daar ook een uh, zeer grote rol in heeft en heel de coachingstaf. Maar natuurlijk ben ik degene die de familiale situatie wat kent. De, hetgeen wat er gebeurd is op school, uh, <laughs> als Doku uh, een fietsje heeft gehad op school, dat was ook net de week dat hij rood pakte op Mechelen vorig seizoen of twee seizoenen geleden al. Dus dat zijn allemaal zaken die wel samenhangen. En nog eens uh, mm -hmm. vanuit ervaring, denk ik wel dat je misschien ook af en toe eens een, een prikkel kan geven aan een, aan een speler om, uh, om net dat extraatje te kunnen tonen om, uh, op het veld. Um, je bent soms, zoals ik al zei, je staat dicht bij het sportieve, en, maar dat moet toch niet gemakkelijk zijn, want ja, spelers verschuiven de hele tijd. Dus er zijn u 21 die dan bij de, of U19's die zelf bij de A-kern trainen, waardoor jongeren... Uh, U16's of weet ik veel, U17's dan bij de U19's belanden. Dus dat is een verschuiving die permanent is. Um, maar je hebt me. Een, iemand heeft mij een verhaal verteld uh, uit jouw afdeling van op KV Mechelen, waar uh, Space van de A-kern bij de U21 zijn aangesloten voor een cruciale wedstrijd tegen KV Mechelen en die het dan hebben laten hangen, zullen we zeggen. En jij bent dan tussengekomen na de wedstrijd, heb je een donderpreek gegeven in de, in de kleedkamer, daar waar coach Stassin uh, even niet sprak. Gebeurt dat dan in samenspraak met Stassin, dat je even tegen de schenen gaat stoppen, schoppen? Wat ik ook oké okay vind. Uh, ik heb het inderdaad wel gevraagd voor ik uh, voor de eerste maal mm -hmm. gedaan heb. Um, het is nu zo na vijf jaar pedagogisch echt dat ik een iets andere uh, uh, rol heb gekregen, waar misschien ook wel een aantal sportieve verantwoordelijkheden in, uh, in zitten. Maar het was de eerste keer dat ik dan het woord nam, omdat één. Het was een beetje in, als ik dat mag zeggen, mijn thuisbasis, de jeugd van, uh, van Mechelen, waar we eigenlijk ja, ten onder gingen. Ik denk dat de U18 de reeks is die zich moeten tonen al richting Belofte en de eerste, eerste ploeg. Dus daar, zitten heel wat, daar zit heel ja, wat talent. Dus uh, op dat moment ja, heb ik wel eens uh, geprobeerd om, uh, om de jongens even wakker te schudden, omdat uh, uh, ik weet van waar ik kom, ik, weet, uh, ik was niet de meest getalenteerde, maar dat wel het karakter en ik had u al gewaarschuwd voorhand, uh, De wedstrijden daar zijn redelijk fysiek en vooral op karakter te winnen en dat ontbrak een beetje en ik denk wel dat dat dan ook mijn rol is om dat dan wel aan te halen. Uh, maar ze hebben dat direct uh, denk ik, begrepen en uh, daarna tegen Antwerpen uh, direct recht gezet. Ja, want uh, Jan uh, heeft een KV Mechelen. DNA, wat een andere voetbalcultuur is als de onze. Um, maar dat is nu net. Vult hij niet aan wat wij te weinig hebben? We hebben het imago en dat is ook veel zo. Wat ze in Engeland noemen, uh, een night out, uh, Tuesday night out uit Stoke City. He, in de regen, in de modder gaan voetballen, dat is niet altijd aan ons besteed. Uh, Fijne, besnaarde technici. Uh, dat mentale, dat vechten in alle omstandigheden. Uh, is het dan niet goed dat een man van een andere club. Dat even kom bijbrengen. Ik denk dat daar een fout beeld over bestaat. Wij zijn natuurlijk een club die vooral kijken, ja, We zijn allemaal een beetje romantici van het voetbal. die vooral kijken naar de techniciteit en de uitvoering van uh, ja, een heel aantal kenmerken die de grootste spelers, uh, de Robbie Renzenbrinks van deze wereld, de Juan Lozano's, de Enzo Schifos, de Luc Nielissen van deze wereld ja, incarneren. Maar. Er is ook een mentaal uh, luik aan voetbal en, en, en leren winnen en dan kan uh, de ervaring die mensen soms in andere clubs hebben opgestoken in dit geval Twente en KV Mechelen, dan kan dat natuurlijk een surplus bieden mm -hmm. en, en dus uh, het is altijd een mix van zaken die maakt dat je een topspeler wordt, maar winnen en mentaliteit maken daar zeker een vast deel van uit. Maar ik had aan Jan vragen toen jij bij anderlecht kwam dat ken je een beetje, eh, ergerde je soms niet aan de mentaliteit voor de mindere wedstrijden bij de jeugd van Anderlecht? Eerlijk ik heb, zijn, hè? Ik heb weinig mindere wedstrijden eigenlijk gezien, maar ik herinner me wel, hè, Jean, als ik de eerste keer mee was in de Hoogstraten, Um, ja, de jaarlijkse stage. De jaarlijkste stage voor, uh, voor de jeugd, dat ik mezelf mocht voorstellen, en dat ik dan ook de player profile te zien kreeg en dat daar op puntje 7 stond, niet tackelen. <laughs> um, als verdediger was dat voor mij een, uh, een groot vraagteken. Daar moet ik, uh, <laughs> dat moet ik eerlijk bekennen, omdat dat voor mij wel de, het handelsmerk was. Maar nee, je ziet uh, nog eens, we hebben, de, 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 we hebben enorm veel talent, denk ik, in de jeugd zitten. Um, maar dat stukje uh, mentaliteit dat moet nog uh, gekweekt worden. Mm -hmm. en, um, nog eens, we moeten ons wapenen voor de toekomst. Want uh, op die zes jaar tijd vind ik toch ook wel, als ik dat objectief mag zeggen, dat de mentaliteit van de jeugd toch al wel weer een klein beetje veranderd is. Covid heeft daar misschien ook voor een stukje wel wat mee te maken. Maar toch, uh, het wordt moeilijker en moeilijker, denk ik, om de jongens, om de verwachtingen aan, van hen te voldoen. Um, maar uh, op mijn mentaliteit, denk ik, uh, um, ja, hoop ik toch wel mijn steentje nog eens te kunnen bijdragen bij de groepen. Hoe talentvol is de jeugd van Anderlecht? Jij die voetbal ook kent. Ja, ik weet wat er nog aankomt, dus uh, ik ga het woord uh, geven aan mijn technisch directeur. Uh. Ja, talentvol is de opvolging van de jaris en de Anwars, heb, die ook uh, nog een progressiemarge hebben trouwens. natuurlijk uh, ja kijk, mijn ervaring leert mij dat dat zijn, dat zijn golven van talent. En je hebt wel waar, af en toe is één of twee seizoenen waar het iets minder is. Uh, Omwille van omstandigheden. Maar zoals Jan terecht aanhaalt, ik slaap iedere avond op mijn twee uh, oren, als ik het zo mag zeggen. Omdat ik weet wat er vanuit de U10, de U11, de U12 nog aan het komen is. En dus uh, ik zou zeggen, de supporters mogen, mogen gerustgesteld worden. Wij gaan, wij gaan de komende jaren ook nog spelers van een heel hoog niveau naar boven hm. brengen. Uh, uh, een heel vervelende vraag, maar ik ga ze toch stellen. Wie is op voetbalvlak de meest talentvolle jongeren die jij in je 17 jaar uh, carrière als technisch directeur hebt meegemaakt? Waarvan je zegt dat is, dat is Anderlecht en daar ben ik trots op. Uh, of niet, hè? want uh, ze halen ja, het niet ik, altijd. Ik, hè? ik ben eraan begonnen in 2005 en, en uh, een paar jaar later zag ik voor het eerst uh, Charlie Mousson da Junior spelen. En dat was dan een beetje de benchmark, want dat was een fenomeen uh, bij de jeugd, hè, 1996, 2005. Dus dat was een jongen van 9, 9 jaar oud op dat moment dat ik dingen zag doen waarvan ik zei van puree. Hij is, hij is fenomenaal goed en ik wist ook van als we op toernooi gingen, binnen of buitenland, niet zeker dat we gingen winnen, wel zeker dat we de beste speler zouden hebben. En dan heb ik er nog anderen gekend. Uh, ja, de Tielemansen van deze wereld, uh, de Jari Verschares. Uh, maar als ik nu heel eerlijk ben, dan zeg ik van ja, uh, Rayan Bounida is, uh, is, is, is fenomenaal goed in, 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 in alles wat met voetbal te maken heeft, op alle vlakken. Met één voorbehoud. Natuurlijk, dat is zijn fysiek- morfologische ontwikkeling. Maar Bonida wordt, wordt een grote voetballer. En uh, als alles goed zit, hè, want uh, alles kan evolueren. Maar je hebt dan ook. Ja, ik ga het geen tegenvoorbeelden noemen, want uh, het is een prachtvoetballer, vind ik. Dan heb je zo de min. De, want ik weet hoe in we Neerpeden kijken we allemaal naar de Moussonda's enzovoort. Maar er zijn ook anderen die het. Misschien onverwacht of verwacht of net door een goede mentaliteit halen. Ik neem als voorbeeld Leander de Donker. Leander de Donker, de anekdote, en nou, dat is toevallig dat Jan hier voor mij zit. Uh, ik herinner mij, speelt als U14 van Rooselare Een wedstrijd: KV mechelen Rooselare U15. Hij was dus doorgeschoven en speelde op de positie 10. En ik herinner mij nog goed dat zijn vader in die moment een grote fan was van Barcelona, Xavi, Iniesta-periode, Messi. En, en, en ja, we proberen hem te overtuigen om van het verre Passendalen naar Brussel te verhuizen. Dat was, al geen, uh, dat was al een moeilijke zaak. En ik was ervan overtuigd, als ik zijn profiel, zijn morfologie zag, dat we daar uh, een goede speler van konden maken. En gaandeweg heb ik gedacht van het wordt een fantastisch goede centrale verdediger. En hij speelt nu één positie hoger. Maar ik vind dat we een beetje uh, uh, ja, uh, meewarig zijn over zijn techniek. Want Leander Den Donker is iemand die twee fantastische voeten heeft. Die ballen kan deponeren rechts en links uh, van 35-40 meter op de stropdas. Die een fantastisch schot heeft. En die volgens mij iets te bescheiden voetbalt. Uh, ik vind dat een veel meer kwaliteit herbergt dan, dan wat hij soms... Uh, laat zien tijdens wedstrijden waar hij zich volledig wegcijfert voor het geheel maar Leander is een, een, een technicien zoals we op Anderlecht uh, de techniekers graag hebben maar zijn morfologie laat hem natuurlijk niet toe om uh, de Lozano of de Schiffo van deze wereld te zijn hij is ietsje, hoe zou ik zeggen ietske groter, ietsje struiser, fantastische uh, motor maar uh, ik blijf erbij hij is technisch onderlegd en hij heeft een goede vista dit is wat hij over jou zegt. We mogen luisteren nu naar, we luisteren nu naar een, uh, een interventie van Leander de Donker. Tuurlijk denk ik, heel veel aan Jean te danken. Ik heb uh, persoonlijk contact met hem misschien wel minder, omdat Jean ook wel iemand is die, die dat ook wel uitstraalde, zo van een beetje de baas. Uh, dat had hij wel overzicht. Dus ik denk dat als, als je Jean niet echt kent, dat hij. Dat hij zo wel iets, um, ja, ik ga niet zeggen militair, maar dat hij zoiets heel, heel serieus uitstraalt. Wat ook, wat ook wel ja, iets een beetje, een beetje klasse zo, vind ik wel typisch Anderlecht. Of zo. Is, ja, het past ook echt wel bij Anderlecht. Um, maar hij is ook eigenlijk gewoon een hele goede mens en een hele vriendelijke man. Um, ik weet bijvoorbeeld ook nog heel goed in het begin, toen ik bij Yannick Ferreira aankwam, dat ik de eerste maanden, de eerste twee maanden heel, heel moeilijk had om mij aan te passen. En dat hij op een gegeven moment naar mij kwam en zei van, ja... Um, ik denk dat de trainer wel iets meer verwacht van, jou, we hebben jou gehaald omdat je heel veel kwaliteiten hebt en... Uh, uh, blijf gewoon rustig verder werken en het, komt, het zal er wel uitkomen, maar hij uh, Tuurlijk, ja, als je dan als veertienjarige jongen dat hoort, is dat wel heel moeilijk en dan uh, denk je van, wow, dat is nu wel even serieus. Dus dat weet ik nog goed met Sjaan. Ik weet ook nog heel goed met Sjaan dat hij... Misschien wel, ja, hij gaf nooit training natuurlijk, maar ik heb één keer of een paar keer training met hem gehad op SNI. En dat waren denk ik voor mij puur individueel misschien wel de beste trainingen die ik, of toch van de beste trainingen die ik ooit gehad heb. Jean? <laughs> ja, leuk. Leuk om te horen. Als je van, van, van iemand uh, hoort zeggen een goed mens, uh, dat is dan voor mij al, 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 hoe zou ik zeggen, het summum. Uh, ik denk dat dat belangrijk is in die rol. Dat de mensen nu aanzien als iemand uh, correct, goed. En ja, uh, militair is misschien een, een, een woord dat minder uh, bij mij past. <laughs> ja, maar, maar je bent wel, je houdt overzicht. Hè. Je moet een heel complex gegeven kijk, leiden. Kijk, hij spreekt van klasse. En als er nu één ding is dat bij Anderlecht past, dan is het klasse, stijl en trots. En ik hoop dat je dat uitstraalt. Ik ben in die club uh, geboren, ik ben in die club opgeleid/slash opgevoed. Ik ben daar al 17 jaar verantwoordelijk voor de opleiding en doorstroming van jong talent. En als dan iemand zoals Leonard en Donker. Zulke uh, woorden uitspreekt, ja, dan, kan ik daar alleen, dan kan ik me daar alleen gelukkig bij voelen. Maar besef je welke impact, oh, jullie trouwens, die dag in dag uit met die jongens werken, vooral Jan dan op terrein, maar jij dan als uh, uh, verantwoordelijke, uh, welke impact die korte, soms zeldzame gesprekken hebben op die jonge adolescenten, op groeiende jongeren? Die komen vooral, dat, ja, dat is voor mij, ik ga niet zeggen verrassend. Maar het is wel verblijdend als je, dat, als je dat van anciens van de opleiding hoort. Ik heb mij ook moeten aanpassen, want iedereen noemde mij Monsieur Kindermans, maar de nieuwe generatie zegt vaak Jean. Dus je moet je ook als mens aanpassen. Maar dat, dat doet plezier, ja. dat maakt mensen blij. Jan, heb jij een anekdote of verhalen waarvan je zegt: daar heb ik het verschil gemaakt met een eenvoudig gesprek of een diepgaand gesprek? Of iets anders, kan ook een andere handeling zijn. Echt een diepgaand gesprek. Um, nou, ik haal gewoon vooral veel erkenning uit, uh, uit uh, nog altijd het contact met de ouders, bijvoorbeeld van Hannes, uh, mm -hmm. met de ouders van Jari. Wat dat, uh, wat Hannes is ook wel Ja. Wat je met, met die jongens hebt kunnen meemaken uh, richting dat diploma en richting de eerste ploeg. Ja, dat is mooi, hè, als je nu uh, vader uh, Doku hier nog altijd op het complex hier rondlopen van Neerpede. En hij komt nog altijd. Uh, Jou bedanken voor uh, mee te hebben gewerkt aan de weg naar de top. Dat is, dat is leuk. En dat zijn de momenten dat je natuurlijk, uh, waarvoor je doet hè, als je mag uh, werken met de, de rode duivels van de toekomst. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is een hele eer. Uh, hoe zie jij de toekomst van uh, ja, de jeugdopleiding in zijn geheel? Want zoals je aanhaalde, we zitten met twee onderwijssystemen. Wat voor ons een argument is om ze hier te houden. Um, wat zou jij willen veranderen aan de um, samenwerking met het onderwijs in het algemeen, Nederlands of Frans-Zalig? Ideale wereld voor voetbalclubs? Een ideale wereld, ja. Uh, die is... nee, ik, ik stel die vraag omdat veel mensen zien alleen de glamour en de glitter en vinden het maar normaal dat 16-jarigen in e de Eerste van Anderlecht of het op hoogste niveau voetballen, dat nu bij ons is, of elders... Maar een logisch ook, ze zien het werk erachter niet. Hoe complex, hoe moeilijk dat het is. Uh, soms gesprekken met de ouders tot middernacht en langer. Um, maar, maar op vlak van onderwijs, wat zou een ideale wereld zijn voor een topvoetbalclub? Nou, ik denk gewoon de combinatie wordt, uh, wordt moeilijker en moeilijker. Hè. Er wordt meer en meer verwacht. Hè. Er wordt meer individueler getraind. Er zijn echt zoveel momenten dat, dat wij benutten waardoor het de kalender van zo'n uh, programma van zo'n jongen zo, zo vol raakt dat we af en toe denk ik wel eens het evenwicht kwijt zijn en dat is wel uh, hetgeen wat we absoluut moeten bewaken. Um, het is niet evident hè, om mm -hmm. uh, van 7 uur s morgens tot uh, tot tien uur s avonds eigenlijk uh, ja niks gedaan te kunnen hebben voor, uh, voor je school of gewoon thuiskomen. Mens moet ook slapen. Dus um, ja, we moeten ons gewoon wapenen dat we, uh, zeker in die laatste fase waarbij het echt wel, waarbij ze contract hebben, waarbij ze eigenlijk al uh, werken, uh, mm -hmm. dat ze al een job hebben en dat wij de werkgever zijn, ja, is die combinatie wel, uh, wel moeilijk en pittig. En daar moeten we over waken: dat we voor iedereen de juiste combinatie kunnen vinden. Uh. Hoe groot is die laatste stap? Want zoals je aanhaalt, uh, ze krijgen een contract op, op hun zestiende, 15. Uh, ja, 15, sorry. Ze um, krijgen een contract. En ook hun hoofd en omgeving verandert. Ik herinner mij de vader van Massimo Bruno, die heeft mij ooit verteld, echt waar, toen zijn zoon een contract tekende en in deze ploeg begon bekend te worden, dat zijn onvriendelijke bakkerin ineens heel vriendelijk tegen hem werd. Dus hun wereld verandert ingrijpend. Uh, hoe ga jij daarmee om? Ja, die jongens krijgen podium, hè, dus uh, het is inderdaad zo dat hun mindset uh, natuurlijk een beetje verandert. Van zodra je dat contract hebt, denk je van, hey, dit is mijn plan A. Maar uh, dat plan B schuift dan echt wel soms op de achtergrond. Want het is echt, echt wel uh, cruciaal om, uh, om ja, je verder in de algemene ontwikkeling van die spelers normen en waarden weer bij te brengen. Want de weg naar de top is er nog niet. Mm -hmm. Op 15 jaar weten wij absoluut nog niet of dat je het gaat halen of niet. Maar uh, dit is gewoon de erkenning van jouw talent. En nu uh, moeten wij nog steeds die stimulerende omgeving voor dat talent kunnen aanbieden om er te geraken. Uh, en sommigen zien dat soms als een eindpunt, maar dat is het niet. En dat zou ik ook wel willen veranderen naar... Uh, naar de jongens van zodra dat, dat secundair diploma er is dat dat niet een eindpunt is want dat is nu wel vaak maar daar, daar moeten we nog aan timmeren. Ja we hebben al spelers die universiteit volgen Wat Marco Cana bijvoorbeeld, de professor zoals we bij, zijn bijnaam is bij ons um, geloof jij daarin dat je een unief diploma kan halen met, in dit regime? Ja uh, zeker en vast uh, die hebben zelfs het voordeel, uh, profspelers, misschien iets minder dan vroeger, maar profspelers hebben het voordeel dat ze ook veel vrije tijd hebben. En als je dan voldoende intellect en karakter uh, samenbrengt, dan kan je, zoals uh, Marco Cana, uh, maar eerder andere profielen in de geschiedenis van de licht, gespreid over hmm. een heel aantal jaren, een universitair diploma halen. Ja. Uh, zeker en vast. Dat zijn ook goede ambassadeurs van de club. Um, om af te sluiten. Um hoe ziet de jeugdopleiding eruit? Ik ga bij Jean beginnen. De volgende tien jaar? De volgende tien jaar. Ik zie, ik zie de laatste vijf, zes jaar al heel veel wijzigingen optreden. Vroeger uh, trainden wij overdag uh, op school. Techniekontwikkeling in de vooravond. ...de voetbalprincipes, de collectieve trainingen... ...maar ik zie een, een, hoe zou ik zeggen, een opleiding die geleidt naar veel meer individualisering. Vandaag spreekt je over het mentale, je spreekt over performance... ...je spreekt over data, je spreekt over analyses van wedstrijdbeelden. Hetgeen dus maakt dat die uh, twee trainingsmomenten per dag... ...vandaag bijna een fulltime job zijn geworden... ...en voor de spelers en voor de opleiders. En dus ik voel een verdere professionalisering... Uh, een infrastructuur die daar ook gaat moeten aan aangepast worden en voor iets dat, dat, dat we daar vandaag toch veel over gesproken hebben, ook een schoolsysteem dat voor sommigen wel wat flexibeler en op maat gaat moeten geschreven worden. Mm -hmm. Jan, ja, ik weet niet goed hoe ik daar nog allemaal kan aan toevoegen, maar ik ben het helemaal eens. Hè. Als je, je vergelijkt met de, de Europese top, dat ICA was net bij ons dan georganiseerd, dan denk ik wel dat we ons inderdaad onderscheiden door dat Purple Talents Project, maar dat daar. Telkens zal moeten aangesleuteld worden en dat zal de toekomst zeker, zeker nodig hebben. Ik heb toch nog een laatste vraag, eh, omdat ik ze vergeten te stellen ben. Hoe ontgoochelend is het wanneer een groot talent die de weg volgt tot zijn 16, 17, 18, ineens afhaakt, voor, om welke reden dan ook? Dat hebben jullie ook meegemaakt, waar je, je ziel en tijd in gestoken hebt en... Eh, en bedoel afgeleid? je dan afhaken, of bedoel je dan vertrekken? Afgeleiden, ik ga geen... Nou, ja, dat kan vertrekken zijn, maar gewoon ja, stoppen of lager voetballen, uh, terwijl het uh, uh, er meer in zat. Um, nee, ik, ik hoef geen namen te horen, maar uh, hoe erg is dat? Dat is heel erg. Uh, ik blijf erbij. Dat is, dat is iets dat mij meer dan een decennium geleden, soms uh, dagen, ziek maakte en... en, en onrustig liet slapen, maar geleerd bij. En, en ik verwijs altijd graag naar Moesonda. We hebben het hier al vandaag aangehaald. Mm -hmm. Een van de grootste talenten waar ik ooit naar gekeken heb en mee gewerkt heb. Die vertrokken is, 1996 geboren. En een paar maanden later uh, presenteerden wij uh, aan het publiek van Sporting Club Anderlecht Jury Thielemans en Leon de Donker, 95, 97. Dus ik ga ervan uit van als iemand vertrekt, dan zet je daar even... ja. Ontgoocheld over, triest soms, hè, want ook, er is ook een menselijke kant aan. Maar dan draai je die pagina snel om en dan focust je je op de volgende generaties en dan gaan wij, dan gaan wij daar plezier aan beleven. Jan, klopt. Um, voor mij was het misschien een beetje ontgoocheld dat iemand als Romeo Lavia vertrok. Je um, hebt daar denk ik alles aan gedaan. Die had ook wel zeer wat een academische toekomst. Was een zeer slimme jongen. Deed het ook heel goed op school en kiest nu voor ja, uh, Manchester City. Ik denk dat dat voor veel jongens natuurlijk een, een mooie, mooie transfer is geweest. Maar uh, je kan hem alleen maar het beste hopen. Uh, maar ik hoor daar ook dan wel dat hem natuurlijk op schoolsvlak ja, dat dat niet natuurlijk ons niveau uh, uh, weerspiegelt. Um, en dat het een, een heel ander systeem is. En ik had hem toch ook wel heel graag gehad tot aan zijn secundair diploma. Uh, ook als mens was hij natuurlijk heel fijn om mee te werken. Maar we hebben in alle, in alle uh, vreugde samen afscheid kunnen nemen. En je hoopt ook gewoon dat de jongens uh, een mooie carrière kunnen maken. Hè? Maar dat is wel ontgoochelend dat je zo iemand moet laten gaan. Uh, dat, dat spreekt voor zich. Maar gelukkig is de toekomst verzekerd, heb ik vandaag vernomen. Dus er komen nog heel veel goede jonge voetballers aan die het zullen maken in het paars en wit van de hoofdstad. Peren, rest mij nog alleen maar u te bedanken voor zoveel medewerking. Dank ja. u.